Op deze wel erg gevarieerde herfstveiling komen vier thema's aan bod. Kunst en antiek, uit de 19e eeuw. Kunst uit de 20e eeuw. Design. En een afdeling boeken, printen en tekening. Buiten de stille veiling, de Silent Sale, die loopt tot 27 oktober, zitten deze 1200 loten vervat in vier catalogi. De veiling Kunst en Antiek, de veiling Design, de veiling Werk op papier en specifiek de veiling Collectie Bex de Dijnen. Op maandag en dinsdag worden tal van 19e en 20e eeuwse antiquiteiten aangeboden, waaronder onder meer deze erg uitzonderlijk mooie bronzen sculptuur van Alberic Collin. Het werk stelt voor een liggende serval, vrij uitzonderlijk van voorstelling en vrij uitzonderlijk ook van posen. Prachtig werk van Collin. Bij de werken uit de 20e eeuw noteren we vooral werk van Eugène van Mieghem, Léon Spiliaert, Karel Maas, maar ook hier fantastisch werk van Philip van den Berg. Van Philip van den Berg zijn er drie werken in de veiling, waaronder dit prachtig doek uit 88-89. Het meet 1,50 meter op 2 meter. Op woensdagmiddag om 2 uur start de 8e designveiling reeds. En dit is werk prachtig meubilair van onder meer Jules Waps, Aulenti, Jacobsen en onder andere ook deze prachtige salontafel van Ado Schaal. Op donderdag 24 oktober houden we bij Bernards onze eerste najaarsveiling Werk op papier. Bestaat uit twee delen. Het eerste deel bieden we traditionele aanbod aan van oude prenten, oude boeken, oude kaarten. Maar dit keer vooral een iets grotere nadruk op tekeningen. Zo is er een mooie collectie fijne tekeningen van Eugène van Mieghem. Het tweede deel bestaat uit modern, actueel werk. Zo is er onder meer een schitterend drieluik van onze Antwerpse kunstenaar Jan Fabre. En gaan we vervolgens verder met een eerste keuze uit de collectie van Flor Bex, de oud-directeur van het MUCA en oprichter van het ICC. Zo bieden we onder meer origineel werk aan van Marie-Jo Lafontaine. Guillaume Bijl zit erbij met enkele mooie tekeningen. Chef Gijs is goed vertegenwoordigd. En bieden we ook een originele foto aan van niemand minder dan Gordon Matta Clark, de Amerikaanse kunstenaar waar Flor Bex een van zijn laatste projecten mee gerealiseerd heeft, Office Baroque, hier in Antwerpen.